Odette Miranda heeft de voorzittershamer van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur vandaag overgenomen van Frank Cameron. Tijdens een persconferentie merkte Cameron op dat vrouwen ook de gelegenheid geboden moeten worden om belangrijke functies te bekleden. Ik draag het over aan Odette Miranda en wij weten dat vrouwen heel veel kunnen. En de vrouwen hebben de mannen altijd ondersteund, maar de mannen kwamen op de voorgrond. En wat wij zeggen, ik tenminste altijd, want ik hou van vrouwen. Ik zeg, de vrouwen kunnen veel meer, ze moeten alleen in de gelegenheid gesteld worden om het te doen. Ik draag de hamer hierbij over aan Odette en rekent erop dat ze alle ondersteuning zal krijgen. Alsjeblieft, Odette. Dankjewel, Frank. Hij heeft symbolisch een hamerslag gegeven en daarmee, denk ik, het formeel gemaakt. Miranda zei vereerd te zijn met deze rol. De lat is naar haar zeggen hoog gelegd. De positie van voorzitterschap is geen makkelijke job. Het is niet zo lang geleden dat de bekendmaking gekomen is dat meneer Frank Cameron zou terugtreden. Dus we hebben niet echt heel erg veel tijd gehad om een heleboel voor te bereiden. Maar wel alvast gebrainstormd over wat de belangrijkste punten zijn die we zouden willen aanpakken. Ik heb er drie op een rij gezet. We willen bekendheid geven aan het Suripap repertoire. We geloven namelijk dat er een grote groep Surinamers is die een aantal van de Suripap nummers nog niet kennen. En daar willen we dus acties en activiteiten aan koppelen, zodat we dat weer meer onder de aandacht kunnen brengen van een groter Surinaams publiek. We willen uitbreiding van competities en andere evenementen. Dat is natuurlijk heel mooi. We weten dat Suripop eigenlijk gestart is met internationalisering, maar nu moeten we weer terug op die lijn. Dus heel lang is Suripop het enige geweest dat de stichting heeft georganiseerd. En daar willen we weer verandering in brengen. Miranda zegt er een database gemaakt moet worden van alle Suripop-nummers.